Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Album Review en vandaag in de spotlights. Wellicht een van de meest succesvolste, meest verkochte albums ter wereld aller tijden. We gaan het hebben over het vijfde album van de Dire Straits, Brothers in Arms. Uitgebracht in 1985. Wat kun je hierover vertellen? Nou, best veel. Want de sessie startte in 1984, november. En vervolgens tot en met februari 85. Dus je moet je voorstellen, het album wordt gespeeld door sessiemuzikanten onder andere. En er zat ook een drummer, en die heette Williams. Maar die zat er niet zo lekker in. Althans, dat vond Mark Knopfler en medeproducent Neil Dorsman. Maar gek genoeg vond Williams dat zelf ook. Dus die had dat ook aangegeven. En uiteindelijk, laten we zeggen vlak voor de echte opnames, is de drumpartij van Williams gewist. En hij werd vervangen door jazzdrummer Hakim. Dit is het eerste album wat op cd werd uitgebracht en meer dan een miljoen keer is verkocht. Want in die tijd was natuurlijk de opkomst van de cd. De compact disc. Dus dat was een bijzondere tijd. Dire Straits waren dus, toen het album uit werd gebracht in 1985, qua aantallen meteen een hit. Maar grappig genoeg was de Britse pers helemaal niet zo enthousiast. Sterker nog, dan heb ik het over toonaangevende magazines. Hè? Melody Maker, NME. Even kijken. Nou ja, nog een aantal bladen. In ieder geval, die eigenlijk was totale recensie werd eigenlijk geschreven dat het hele makkelijke songs waren. Niets eigentijds. Eigenlijk geschreven met luiheid. Lijkt op de andere albums. Je moet je voorstellen, dit is het vijfde album. En tussen 92 en 95 had Mark Knopfler natuurlijk een aantal zijstapjes gemaakt. He, waaronder was hij producent van het redelijk succesvolle album Infidels van Bob Dylan. Dus de Britse pers had daar meer van verwacht. In Amerika echter, daar waren ze hartstikke enthousiast over dit album. Dus omdat de Engelse pers vrij negatief was, Mirror Music geloof ik, die waardeerde het album met een 1. Echter, het album kwam overal op 1. In de hele wereld heeft Brothers in Arms dit album, we horen nu So Far Away From Me op de achtergrond, stond op 1. As We Speak, dus anno 2023, staat dit album nog steeds in de Nederlandse album top 100. Inmiddels al 415 weken lang. Hey, hold your horses. 415 weken lang staat dit album al in de Nederlandse album top 100. Wat kenmerkt dan, waarom is dit album nou zo succesvol? Nou, dat heeft te maken dat heel veel generaties, mijn generatie, maar ook nog daarna, die zijn min of meer door deze muziek meegenomen. Je hoort het overal nog steeds. Je hebt natuurlijk Money for Nothing, wat een fantastisch nummer is. Overigens, daar zingt Sting op mee, hè? I want my MTV. En dat is op de melodie van Don't Stand So Close to Me van The Police. En Sting wordt op dat nummer ook mede weergegeven dat hij het samen met Mark Knopfler heeft geschreven. Maar dat is niet zo. Dat hebben ze toen gedaan vanwege de plaatlabel van Sting. Maar het is wel degelijk een song van Knopfler.
Nou, je kunt je voorstellen hoe dat het was dat in 1985 dit album eigenlijk de wereld veroverde. Een legendarisch optreden, echt niet normaal, is natuurlijk het optreden van Sting en Dire Straits op het Live Aid Festival 1985. Daar komt dat ook zo mooi in terug. Het geeft een beeld neer van die tijd, maar ook van de kwaliteit van muziek. Vergis je even niet, Sting kon natuurlijk hartstikke goed zingen. En Knopfler, een beetje een Dylan-achtige stem. Maar met zijn eigentijdse gitaarsound haal je die natuurlijk uit duizenden. Overigens, die sound was van een Les Paul. Dat is eigenlijk toevallig ontstaan. Dat hij te dicht bij de microfoon stond. Maar, lang verhaal kort. Dit album heeft voor een heel groot gedeelte een bepaalde cultuur gebracht. Een bepaalde standaard hoe een album moet klinken als het werkelijk overal een succes kan worden. Moet worden. Brothers in Arms, 1985, Dire Straits. Hoort in de top 10 van best verkochte albums aller tijden. Het grappige is, in de Britse poplijsten werd dit album, dus recentelijk, ik geloof vorig jaar, in de top 100 allerbeste Britse rockalbums of popalbums, werd Brothers in Arms op plaats 51 gepositioneerd. Dus wat daar gaande is geweest en nog tussen de Britse poppers en de Dire Straits is mij een raadsel. Want dit album hoort in de top 10, in ieder geval van de best verkochte albums. En of je het dan mooi vindt of niet, dat is een smaakkwestie. Maar als je al zo lang de hitlijsten domineert, dan hoort Brothers in Arms gewoon thuis in de top. Dit was het weer. Dankjewel voor het kijken. Nou, Money for Nothing and the Chicks for Free zingen ze op de achtergrond. Ik zie je heel graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van de Album Review. Hoi!